In 1713 loopt een groepje weeskinderen hongerig over straat. Als ik boven op de dom sta, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude grachtje, het Vreemburg en Wijkzee. Dan springt mijn hartje open, ik ben trots, maar dagje wat. Er is geen mooie plekje als Utrecht mijn stad. Als Utrecht mijn stad. Ja, echt wel. Ik heb zo slecht geslapen vandaag. Ik ook tussen die vieze honden aan. Gadver. Jeetje, we zitten toch allemaal weeskinderen, hè? Oh, ik heb zo'n honger. Kijk daar, daar heb je dus de bakker. Ik heb een plan. Ik stel een brood en jullie lijm af. Aanlopen die vreemde talen spreken. Wat doen die hier? Kom, we gaan bedelen! We zijn al die meisjes bedelen! Kleinzoon van de Franse koning geven. Maar de andere landen waren jaloers en wilden ook die landen hebben. Toen gingen ze vechten, maar de oorlog kostte veel geld. De landen kregen door dat het zinloos was om te vechten en wilden vrede. Dus Engeland stelde voor dat alle landen bij hun op de thee zouden komen. Zie! Maar Frankrijk zag er niet zitten om bij de Engelsen te komen klinken. Pardon toe! Dus die stellen voor dat Engeland bij hun een wijntje kan drinken. Santé! Maar dat vond Queen Anne dan weer geen goed idee. Certainly not. Ze moesten naar een plek waar iedereen zich prettig zou voelen. En dat werd Utrecht, hier in het stadhuis, waar iedereen zich even belangrijk voelt. De onderhandelaars hebben het erg naar hun zin hier in Utrecht. Met feestjes en andere leuke dingen. En nu zijn ze weer aan het vergaderen wie welk stuk land krijgt. En dit vind ik ervan. Dank u wel voor uw aandacht. En nu 5 minuten pauze. De kinderen komen verlegen de vergadering binnen. Het is nu of nooit om voor hun rechten op te komen. Translate, please. Ik ben hier namens een paar weeskinderen uit Utrecht en ik ben hier ook omdat wij willen zeggen dat wij ook recht hebben op eten en onderdak, voedsel, aandacht en ja, net zoals andere kinderen. En ik wil ook eens een keer lekker slapen in de nacht. En ook eens een keer lekker eten. Oh ja, ja, daar heb je wel een punt. Als dank dat de dames en heren een jaar lang in Utrecht mochten vergaderen, geeft de stad Utrecht en de kinderen een weeshuiscadeau. Wow. Waar de kinderen nog lang met plezier in kunnen wonen.